your sweet loot inside. Curse of Noxramas, a Hearthstone adventure. En alle mensen van Dutch Gamer Nation, welkom bij Hearthstone. We gaan weer Hearthstone spelen. Ik heb de afgelopen dagen, want ik heb namelijk de afleveringen, een paar afleveringen per dag opgenomen. Dus er zit voor mij alweer een paar dagen tussen. Heb ik me even een paar dingen bedacht. Ik zit nu tussen twee decks te denken. En ik laat het jullie wel even zien, want het is een beetje onhandig uitgelegd. Ik heb hier een Malagot deck. En wat ik daarin heb zitten is het volgende. Dit is dan de rogue versie. Een paar backstabs voor de minions. Conceals. Daar kom ik later wel even op. De deadly poison natuurlijk voor mijn wapen. Sinister strike. Deal 3 damage naar de enemy hero. Dus daar heb ik geen minion voor nodig. Betrayal is om de tegenstanders minions elkaar aan te laten vallen. Laat ik het zo zeggen. Blade Flurry voor mijn wapen. Twee keer Visser Rate als je een combo gebruikt dan 4 damage. En nou ja, noem maar op. Ik heb een hoop damage kaarten heb ik. Hier een Headcrack. Om elke beurt, als het in een combo gebeurt, kan ik elke beurt dus extra damage doen. Een Alarmabot. Daar twijfel ik nog over om een tweede te doen. Maar dan moet ik er nog eentje bij maken. Assassin's Blade als wapen natuurlijk. Assassinate mocht ik een groot minion tegenkomen. Twee Sunwalkers als Taunt. Want ik ben natuurlijk best wel kwetsbaar. Twee sprints voor de kaart. En waar het eigenlijk bij mij om gaat is een Malagos. Malagos met een speldamage van plus 5. Dus dan kan ik ervoor zorgen dat ik backstab plus 7. Maar dat is alleen op een minion. Backstab hier dan plus... Even kijken hoor. Plus 5. Dan komt die op 8. Die is of plus 7 of zelfs plus 9. Zeg ik goed? Ja, plus 9. Nou, hier is dan plus 6. Nou ja, eigenlijk alle kaarten wat damage doet, dan is het plus 5 erbij. Dat is dus een rogue versie. Dan hebben wij hier, heb ik er nog eentje. Die kan ik trouwens wat jullie maken, jullie bij zijn. Dat is op zich ook geen probleem. Is een mage versie. Is een mage versie. Ja, yeah, goed zo, dankjewel. Goed, dan hebben we dus eerst een Malagos. Alarmabot. Waarom ik een alarmabot? Alarm. Dankjewel. Oh, alarmo. Oké, ook goed. Wat ik ga doen is Arcane, daar twijfel ik nog even over. Icelands, die sowieso niet, want dat wordt gekilled en heeft er nu 5-5 bij. Die ook niet. Arcane Explosion kan ik meenemen. Daar twijfel ik nog over, dus dat kan nog veranderen. Frostbolt, Arcane Intellect, Counterspell, Duplicate kan ik nog Wacht, when a friendly minion dies, put 2 copies of it in your hand. Zou ik mee kunnen nemen? Aangezien ik waarschijnlijk maar 1 minion meeneem. Frost Nova, neem ik er ook 2 van mee. Ice Barrier, Ice Block, Mirror Entity. Mirror Entity trouwens niet. Vaporize 2 keer. Character Mage niet. Code of Cold zou ik mee kunnen nemen. Omdat er ook damage geeft, zeg maar. Firebolt sowieso. Blizzard 2 keer, Flamestrike 2 keer en een Pyroblast. Nou heb ik natuurlijk nog wel wat kaarten over. Dus kan ik zeggen, ik kan nog een duplicate. Kan ik een duplicate meenemen? Nee, dat doe ik niet. Even kijken hoor. Oké, die. Ja, die neem ik toch die mee. En dan zijn we vol. Dus dan is het ook een Malagot. Bam. Wat ik ga doen is... Afhankelijk, ik denk eerst dat ik met een mage ga beginnen, aangezien ik met een mage iets beter ben, iets makkelijker kan spelen dan met een rogue. Gaan we eerst heroic doen. Met een mage dus. Nothing can defeat North. Nothing can defeat North. Waarom heb ik die titel trouwens gebruikt? Nee, ik heb nothing. Wat was dat? North? North was nothing. Zoiets was het. Ja. Oké, maar wat ik dus gedaan heb is sowieso... Twee Arcane Intellects, om natuurlijk wat sneller door mijn card cycle heen te gaan. Zodat ik dus Malagos en Alarmabot zo snel mogelijk krijg. Dat is dus eigenlijk het hele idee van dit deck. Jaina versus North. Dus
the Plaguebringer. Dus wat ik doe is hopelijk als tweede. Another soul for the collection. Ik mag als... Oh, ik mag eerst. Oké, okay, nou Alarmobot heb ik dus. Iceland doe ik weg en Cone of Cold doe ik weg. Dan hoop ik dat ik of Malagos of een of andere mooie kaart. Nou, Frost Nova is op zich ook geen niet verkeerd. Maar in ieder geval, ik heb Alarmobot dus alvast in mijn handen. Dat is mooi. Zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Dat is dus uiteindelijk nu mijn probleem. Mijn probleem, mijn plan. Dus voor de rest geen damage doen. Tenminste, zo min mogelijk damage doen. Laat ik het zo zeggen. Nou, kijk. Weet je, dit kan. Ik doe het wel. Gewoon zo. Gewoon alvast damage doen hem. Ik heb natuurlijk geen minions. Iceblock. Iceblock. Weet je, waarom niet? Dus nou ben ik in ieder geval wat minder kwetsbaar. Dat is ook wel goed trouwens dat ik dit zo doe. Want mocht dat nu een counterspel zijn. Wat ik eigenlijk niet hoop trouwens, maar dat is even tezijde. Ik heb alleen maar spells. Serieus. Holy shit. Vaak valt hij eerst met die klein aan, dus dat is altijd wel kut. Zo. Mooi. En dan doen we even wel een Icelands. Trouwens, of niet? Ja, doe wel even een Icelands. Ik moet mezelf wel een beetje... Oh. Ik moet mezelf wel een beetje kunnen verdedigen, zeg maar. Want anders wordt het helemaal niks. What we do. What we do. Oké. Okay. Wat hebben wij? Kijk. Arcane Intellect, dat is mooi. Wat hebben we? Fireball. Ice Barrier. Je moet het zo zien. Iceblock zorgt ervoor dat ik in ieder geval al minder kwetsbaar ben voor... Oké, wat valt hij aan? Prachtig. Prachtig. Beter kan trouwens niet. Als ik me nou te brengen. Hoppa. Beter, in mijn ogen kan het niet beter. Even kijken. Wat kunnen wij doen? Ice Barrier. En die. Kijk. Zo gaat het eigenlijk best wel lekker. En dat hoop ik eigenlijk ook zo te houden ook. Dus ik hoop ook nog even een goede kaart. Ah, weet je, hier heb ik niks aan. Nee, ik val hem aan. En... Dat is iets waar ik echt zo irritant vind. Oh, kut. Kut. Oh, wacht. Nee, gooi maar vol. Gooi maar vol. Doe maar. Cone of Cold? Nee, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Maar het geeft wel aan dat ik... aan kan vallen. Kijk, en nou hou ik het toch wat makkelijker vol. Dan dat ik toen deed. Daar ben ik wel blij mee. Nou weet ik niet of dit nou een... counterspel is of niet. Oh, oh. 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 Dat dacht ik al. Daarom deed ik hem eigenlijk nu ook. Dan kan ik in principe volgende beurt al beginnen met... een dikke boost. Let the pain speak to me. Dus dat is eigenlijk best wel goed. Holy shit. Ice Barrier. Plus een ijsblok, dus ik zou in principe een beurt langer kunnen overleven. Counterspel. 3, 5, ja. Ga ik doen. Eerst die. Oh, wat is dat? Oh, mijn counterspel wordt gecounterspeld. Oké, goed. Plus 8. Plus 11. Kijk. En dan kan ik nog met Malagos ook aanvallen. Waarom ik die niet gebruik, is omdat ik nog een tweede Icelands heb natuurlijk. Oh nee, oh nee. Waag het niet. Waag het niet. Oké, die moet ik even hebben. Ik ga eerst die doen trouwens. Dan doe ik die.
Oh, beter kan dit trouwens nu niet. Zit ik me nou net te bedenken. Want mocht hij nu doodgaan, dan heb ik er twee in mijn handen. En dan heb ik natuurlijk een alarmbot, waardoor ik hem dus twee keer kan oproepen. I'll show them. I'll show them all. Prachtig. Oké, counter. Even kijken hoor, dus 8 en 4 is 12. Ik ben er al. Ik ben er niet. Nasty. Maar geef niet. Ja, kill maar. Doe maar. Counterspel werkt dus ook op die manier. Oh, dat is vet. Even kijken hoor. Zal ik? Oké, let op. Ik ga even trollen. Die. Alarmabot. Oh, dit is leuk. Maar waarom kreeg ik er geen duplicate van? When a friendly minion dies. Oh nee, krijg ik serieus nou? Haha, vaporize. Haha. En wat hebben we hier nog, een ice block? Dus ik heb hem in twee beurten dood. Maar zo makkelijk kan het dus uiteindelijk gaan. Blizzard. Pyroblast. Job done. Dus nou ga ik straks een alarmbot vervangen door een alarmbot. Ah, ik heb genoeg gehad. Klaar. Dus zo kan dat dus ook. Dikke burst. This was just North is dead. Oh nee, serieus. Dit, maak je toch zulke kutgrappen? Oké. Dus op deze manier kan je het dus ook spelen. Gewoon bursten, gewoon gaan. En in principe gewoon alles op één minion gooien. Zodat je minder kans hebt om dood te gaan. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Eindelijk hebben we North verslagen. Volgende aflevering gaan we dus weer tegen Hagen Dunclean. Hagen sent me a message. Telling me that he promises not to kill you if you don't play any cards against him. Oké, prima. Dan gaan we dat doen. Volgende aflevering gaan we dus weer tegen Hagen. Ik bedank jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef een groen duimpje. Abonneer als je het niet gedaan hebt. Hebben jullie het op deze manier gedaan? Hebben jullie het met bijvoorbeeld een rogue gedaan of met een ander hero? Laat het hieronder in de reacties achter. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie het gespeeld hebben. Dus ik bedank jullie voor het kijken en ik spreek jullie later.